Dit altaar is in 1700 gebouwd. Dit is ons hoofdaltaar van de kerk in Bokhoven. Dit altaar is geplaatst vlak na de Tweede Wereldoorlog en het heeft daarvoor in de Michaëlkerk in Denenburg gestaan. De kerk was door de Tweede Wereldoorlog zo verwoest dat we een ander altaar wilden hebben. We hebben dit altaar hier gekregen, we hebben het opgebouwd en we hebben het geschilderd. Het is van hout, maar door een bepaalde schildertechniek, dat noemen ze marmeren, lijken het of dat het hele altaar van natuursteen is en waardoor het een mooiere uitstraling heeft dan dat het van hout zou zijn en gewoon platweg geschilderd zou zijn. Dit altaar heeft nog als bijkomstigheid een ruimte boven het tabernakel, waardoor je de jaargetijdes van vastentijd, adventtijd, kersttijd, paastijd aan kunt passen aan de kleding, de kleuren van de kerk die op dat moment erbij horen.